De Tourmalijn is een basisschool met hoofdzakelijk leerlingen van buitenlandse afkomst. Deze leerkansenprofielschool ondersteunt de taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit gebeurt door extra lessen aan te bieden in toneel, dans, muziek of techniek. LKP staat voor leerkansenprofiel. Wij noemen het op onze school talentontwikkeling. En dat betekent een uitbreiding van je reguliere lestijd met 6 uur. Aan de Tourmalijn is dat de extra talentontwikkeling tussen de andere vakken door wordt aangeboden en niet pas na schooltijd. Dit zorgt voor een heel afwisselende schooldag. De klas is heel erg leuk. Je kan veel leren. Daarom ben ik blij dat ik op deze school zit en dat ik tenminste iets kan leren voor later, de toekomst, zodat ik iets kan bereiken. Ik vind het gewoon leuk dat het ook onder schooltijd is en niet altijd om 3 uur. En nu is het gewoon tussendoor. Het is echt leuk. Het primaire doel van LKP-school is het ontwikkelen van taal, het uitbreiden van taal, zodat kinderen taalbaar worden. En het een stuk sociale emotionele ontwikkeling. Wat een heel handige tip is, zijn de B's. Je kan bang zijn, je kan bedroefd zijn, je kan blij zijn. Boos. Wat nog meer? Boos, heel goed. Emoties, precies. Wij hebben eraan dat wij de vakdocenten die ooit zijn weggebezuinigd weer terug hebben binnen onze school. Vakdocenten krijgen een interne training bij de onderwijsbegeleidingsdienst in Den Haag. Waar specifiek wordt geënt op hoe integreer ik nou dat taalaspect binnen mijn workshop. En dan maakt het eigenlijk niet heel veel meer uit of je nou koken geeft, kickboksen of muziekles. Overal kan je taal invoeren. Oh, wow. Goed zo, Mehmet. Oké, draai je nu naar voren en de heupen. Ik heb heel veel dansen geleerd die ik niet wist. Ja, dat. Cabeza betekent in Spaans je hoofd. Ja? Maar in een nummer zegt hij zometeen, zet 1 hand achter je hoofd. Dan zegt hij, doe die andere achter je hoofd. Dus als je hoort cabeza, dan weet je je hoofd. Cintura is in het Spaans je middel. Ja? Ene kind is niet de ander. Dus wat je van een kind kan verwachten, dat kan je ook niet van een ander. Maar als de kind enthousiast genoeg is, dan lukt het wel altijd om iets van te krijgen. Naast dans, toneel en muziek wordt er ook techniek gegeven. Wat ga ik doen? Ik ga op dat latje slaan. 1, 2, 3. Waarom gaat die kant niet omhoog? Je hebt een idee. Omdat de lucht die laat het papier naar beneden en niet naar boven. Je probeert dingen uit. Als je het uit hebt geprobeerd, weet je precies hoe het gaat. Die lucht is dus sterker dan dit latje. Dat wil ik de kinderen meegeven, dat techniek om je heen overal is. En dat je zoveel mogelijkheden hebt om techniek toe te passen in je werk, in je privé, je hobby's. Dat vind ik belangrijk. Ik ga jullie longinhoud testen, hoeveel lucht jullie in jullie longen hebben. En wie heeft een idee hoeveel liter lucht er in je longen zit? Ja, 3 liter. 7. De Tourmalijn creëert doorlopende leerlijnen van groep 3 tot en met groep 8. In de onderbouw krijgen de kinderen les in alle vakken. Dit is alles. Ja, 1, 2. In de bovenbouw kunnen de kinderen zich specialiseren. 2 liter. Dat betekent dat je als leerling nog 2 disciplines mag kiezen waarvan jij denkt van nou, daar wil ik helemaal voor gaan. Ik ga volgend jaar techniek doen. Mijn lievelingsvak is 2, zijn dans en muziek. Als je 1,5 uur per week muziek krijgt, of toneel, of techniek, dan moet er een gigantisch resultaat na 2 jaar te tonen zijn. Het is best leuk en iedereen kan kijken wat zijn talent is en kan hij dat doen.